Mensen, we gaan Avas Libera Natori starten met een verzoek van een meneer die heeft ingesproken. En ik vind dat mooi, misschien moeten we dat overnemen in het vervolg. Dat, want vaak Temelis de apps, dat mijn stotter, of soms Minelisa-san, zoals ik het hoor te lezen. Maar het is altijd goed als u het zelf inspreekt. Tenminste, even op kostkosieren, want ik ga, als het ingesproken is, ga ik niet echt de ruimte kunnen hebben om het te screenen. Maar goed, deze meneer, die zegt, hij woont in de omgeving van de Gravenbergstraat. En Amman spreek in. Mitaya, maar ik spreek maar in, want hij belde me toen ik bezig was in de montage. En ik zei hem, Mika Vergita-Zani, dus spreek het maar in. En hij heeft het volgende voor mij ingesproken. Een bezorgde bewoner van de omgeving Gravenbergstraat. Laten we even luisteren. Nou. Met druk verkeerd. Meneer Limburg, goedemorgen. U spreekt tot Andy. Eigenlijk een bewoner van de buurt van de Gravenbergstraat. Ongeveer 2 maanden geleden, er waren wat scheurtjes in de weg, heeft het ministerie van Openbare Werken met teer en scherpzand al die sleufjes dichtgemaakt. We zijn een paar dagen bezig geweest, een paar middagen. Met machines en equipment. En dan spoten ze die teer in die sleuven en daarna gooiden ze scherpzand erop. Wat schetst mijn verbazing, 2 maanden daarna komen diezelfde mensen van OWI en schrapen die hele laag van de Gravenbergstraat eraf om het nu te asfalteren. Ik vind het zonde van het geld. Ik bedoel, als je niet weet wat je over 2 maanden gaat doen, doe dan even niks. Maar nu is dat eigenlijk verloren geld. En dat vind ik zonde. Dus ik dacht, ik breng het even onder uw aandacht. Misschien kan u dat doorgeven aan de bevolking, dat ze zien dat eigenlijk op die manier heel veel geld verkwanseld wordt. Aboem, bedankt meneer Limburg. Een fijne dag. Ja, dat is kort en krachtig. Moet rijden het wel lezen, mekaar. Meneer Limburg, goedemorgen. U spreekt tot Andy. Eigenlijk een bewoner van de buurt van de Gravenbergstraat. Ongeveer 2 maanden geleden, er waren wat scheurtjes in de weg, heeft het ministerie van Openbare Werken met teer en scherpzand al die sleufjes dichtgemaakt. We zijn een paar dagen bezig geweest, een paar middagen. Met machines en equipment. En dan spoten ze die teer in die sleuven en daarna gooiden ze scherpzand erop. Wat schetst me verbazing, 2 maanden daarna komen diezelfde mensen van OWI en schrapen die hele laag van de Gravenbergstraat eraf om het nu te asfalteren. Ik vind het zonde van het geld. Ik bedoel, als je niet weet wat je over 2 maanden gaat doen, doe dan even niks. Maar nu is dat eigenlijk verloren geld. En dat vind ik zonde. Dus ik dacht, ik breng het even onder uw aandacht. Misschien kan u dat doorgeven aan de bevolking, dat ze zien dat eigenlijk op die manier heel veel geld verkwanseld wordt. Aboem, bedankt meneer Limburg. Een fijne dag. Oké, dat is mooi. Dus if we zijn daar in het vervolg en je vindt van, man, leg eens een schreefje uit. Dan app me, doe het zo. Het is duidelijk, netjes. Ik zie dat een paar mensen zeggen, je gaat horen, ze hebben gewerkt, dus daar is het geld voor gebruikt en zo. Isabi en Big Up bewoner. Andere mensen zeggen, ja, de meneer heeft helemaal gelijk. Laten we erop letten. En laten we de instanties laten weten. Maar hoe ik de instanties sabi dat ik wil doen? En als de net doet er ook op boem, natuurlijk, misschien kunnen wij, we zijn niet op alle gebieden deskundig. Maar moet hij eerlijk, zo lees je, hoe kan je met het blote oog, de man doen dat de vingerwerk, dat kunnen we wel zien. En als het geld verkwanseld wordt op een bepaalde manier, en dan praat ik over het algemeen, dat we moeten opbomen voor dat we moeten takken. En je is ook zelf om gebruik aan platform ook toe, lik van meneer Dwing, om het onder de aandacht te brengen. En ik hoop dat de instanties goed geluisterd hebben, dames en heren, en dat ze met een reactie komen.